Wat gebeurt er? Vandaag bespreken wij De Luizenmoeder, seizoen 1. Naast mij zit, voor de mensen die hem nog niet kennen, Simon Weda, collega schrijver, maar dan die nog echt schrijft. De Luizenmoeder. Misschien, ja, De Luizenmoeder. Best bekeken programma op NPO 3 in 10 jaar. Wij vinden het succes deels gerechtvaardigd, alleen niet helemaal. En daarnaast kunnen we ons afvragen, is dat degene wat wij goed eraan vinden ook de reden van het succes? Of zijn dat andere dingen? En in het slechtste geval zijn dat misschien de dingen die wij er niet goed aan vinden. Ja, zijn wij weer eens een barometer voor het omgekeerde van... Ja, aflevering 1. Yes. Ik blijf het een bespottelijk idee vinden, Anton. Een kennismakingsavond voor ouders op de eerste schooldag. Die ouders die presenteren zich middels het idool van hun kinderen en dan gaan we op de foto. Dat is een klassiek... schrijverstrucje van iemand is ergens verontwaardigd over en dan kan hij gewoon zeggen wat er aan de hand is. Ja. Ik vind dit belachelijk. Je auto staat hier dubbel geparkeerd terwijl mijn vrouw zwanger is en naar het ziekenhuis moet. We weten meteen wat de situatie is. En we hebben al een muziekje, gezellig, vlot muziekje. Er is één indruk die het in ieder geval niet opmaakt hier en dat is mockumentary. Nee. Totaal niet. Het komt over als super gescript Nederlands comedy scènetje. Absoluut. Zometeen ga ik nog uitleggen waarom ik hier over mockumentary begin. Jouw dochter uit Floor, toch? Klopt. Ze komt bij Shania en Yuendi in de klas. Oh, wat leuk. Bij Shania en Wendy. Yuendi. Doe Wendy? Yuendi. Dus dit is het eerste moment van naamsverwarring. Ja. Daar is de serie mee doorspekt. Hi, ik ben Mel. Kimberly, maar zeg maar Kim, hoor. Oh, wat leuk. Mel en Kim. Daar was ik vroeger fan van. Van het duo uit de jaren 80. Tee. Show. Respectable. Dit is scène 2. En hier begint duidelijk te worden dat ze bogen op ongemak creëren. Ja. Die andere twee vrouwen doen geen enkele moeite om haar te accommoderen. Die laten haar compleet falen. Als een soort idol jury zitten ze daar. Ja. Crash and burn. Ja. En dat maakt het juist minder realistisch ongemakkelijk. Dat maakt het meer gewoon naar en gemeen. Ik ben Hanna. Anna. Ja, en dan heb ik ook het idee dat die Mel expres die naam van Hanna verkeerd nazegt. Hanna met een H. Een H? Ja, nou twee eigenlijk. Hanna. Anna. Ja. Wat voor personages zijn dat? Of ze zijn inderdaad echt heel gemeen. Ja. Of heel dom. Of echt heel dom. Ja. En ja, bij allebei denk ik. Ja. Mot ik ermee. Ja. Ja, zo'n nieuw schooljaar geeft natuurlijk een enorme bus altijd. En dat schoolplein dat bruist van de energie. En die kinderen die popelen om zich te kunnen laven aan het vat der wijsheid. Er is hier een moment waar de suggestie wordt gewekt dat het een documentaire zou zijn. Waarbij een interviewer naast de camera zit en de personages vragen stelt of in ieder geval hun verhaal laat doen. Ja. Wat ons een nieuwe kijk geeft op wat we zien gebeuren. Ja. En ik moet zeggen, dit eerste moment hier vind ik dat het goed wordt gebruikt. Ja. Hij legt uit dat hij een enorme passie heeft voor zijn vak. En dat hij humor zo belangrijk vindt. En vervolgens zien we hoe hij dat doet. Ja. En dat hij dat heel slecht doet. Dus dat hij humor vindt, een beetje voor een raam staan, een beetje hupsen met een rode neus op. Ja. Dat is grappig, vind ik. Dat werkt mooi. Hij heeft een contrast met wat hij als beeld heeft van zichzelf. Ja. Met wat er is in de werkelijkheid en wat die kinderen zien. Dus dat vind ik, deze vind ik goed werken. Om precies dezelfde redenen dat hij vaak goed werkt in The Office. Omdat het gaat om hoe beleef je jezelf versus hoe is het echt en hoe word jij door de buitenwereld bekeken. En ook trouwens een heel goed voorbeeld van hele goede casting. Maar ook even genoemd worden voor mij een belangrijke over de hele breedte van de hele serie. Ik denk hier dus wel, we gaan toch een mockumentary maken. Ja. Ik dacht gewoon een standaard Nederlandse comedy. En we zien nu dat ze niet alleen mikken op mockumentary, maar dat ze ook echt mikken op The Office. Want deze rol van Diederik Ebbingen is duidelijk geïnspireerd op David Brent. Absoluut. Ik zie David Brent ook zo directeur zijn van een basisschool. Dus een goed idee, maar nu al een beetje een stijlbreuk. Ouders van groep 3, jullie mogen de klas uit. We zitten nu niet meer in de onderbouw, dus afscheid nemen gaat vanaf vandaag gewoon op de gang. Dag, ouders van groep 3. Een hele fijne dag, wat fijn dat ik jullie zag. Ze komt over als best wel een slim iemand.
Zeker. Die die ouders handig wegwerkt zonder af te gaan. En vervolgens gaat ze compleet af. Konnichiwa. You, Lianne, mi, juf, Ank. Het eerste moment... Nee, het is niet het eerste moment. Want ik had het ook al eerder bij het Hanha-incident. Ja, ja. Dat je het gevoel hebt dat een personage... soort dienstbaar is aan... Oké, wat kunnen we hier nog voor ongemakkelijks tegenaan gooien? Ze wordt heel snel, heel efficiënt neergezet. Ja. Als een tikkeltje strenger misschien. Maar een heel goede, ervaren, misschien wat verbeten docent. Die echt wel weet wat ze doet. Dat zit allemaal in die eerste paar tellen dat je er ziet. En dat liedje ook. Ja, ja. En vervolgens maakt ze de grootste fout. Ja. En waarom? Heeft ze nog nooit iemand gezien met... zwart haar en een beetje een andere huidskleur. Ja. Meteen een buiging. En wij moeten dat allemaal maar slikken als zijnde de rare juf of zo. Spreekt zich in Nederlands? Natuurlijk wel, ze is Nederlands. Nou, ze is hier opgegroeid. Precies, dat is iets anders, hè? Dat is glashard racisme. Hier opgroeien, dan ben je nog geen Nederlander, hè? Yeah. Dat is echt... Ja. Dat is echt wel heavy. Dus... raar en zonde. Ik moet zeggen voor mezelf, ik vond het ook niet grappig. Nee. Dat helpt dan ook niet. En u bent? Walter. Een van de twee adoptievaders. Klopt. Want Rianne heeft geen moeder, maar twee vaders, lees ik. Ja. Geeft dat niks? Jongens en meisjes, dit is Rianne. En dit is papa Walter. Maar Rianne heeft niet één papa, maar wel... twee. Goed zo, Bradley. En dat vinden wij niet raar. Dat vinden wij alleen maar heel bijzonder. Ja, dat vind ik ook een sterk moment van... dat vinden wij niet raar, dat vinden we alleen maar bijzonder. Mm. Dat is een personage wat moeite heeft met ergens mee omgaan. Maar in ieder geval wel voor de kinderen een praatje klaar heeft. Floor heeft de afgelopen periode nogal wat voor de kiezen gekregen. Dus ze kan soms wat gevoelig reageren. Als ze zich niet helemaal op haar gemak voelt, dan staat ze soms een beetje dicht. Nou, maar daarover staat helemaal niks in de papieren van jullie IB'er. Oh, nee. Ze is gewoon een beetje HSP. HSP? Is dat iets nieuws? Daar heeft jullie IB'er helemaal geen melding van gemaakt. Nee, dat hoeft ook niet. Een kind met HSP zonder KGB had er helemaal nooit op deze school mogen worden toegelaten. Ank, die kent de uitdrukking HSP niet. Maar vervolgens zegt ze wel... wacht even, iemand met HSP zonder whatever... KGB, zonder KGB, in het budget of zo. Zoiets. Mag hier helemaal niet op school komen. Ja, wacht even, Ank. Je wist helemaal niet wat HSP was. Dus hoe weet je dan wat het beleid met betrekking tot HSP is? Ja. Dat is zonde. HSP is gewoon dat je een beetje extra gevoelig bent. Een soort PHPD. Hm? Bent je hier, bent je daar. Goed gespeeld. Ja, dat lachje wat stuurt door. Ja. Heel goed gespeeld. Ook, dat vind ik dus helemaal kloppen met haar personage. Die neerbuigendheid... van ik weet wel hoe iedereen zich aanstelt... en daarom heb ik al die regels... want anders hangt alles aan elkaar van aanstellerij. Ze is gewoon een beetje zenuwachtig voor vandaag. Oh, ze is gewoon nerveus. Ja, dan moet je dat zeggen. Dat probeer ik ook eigenlijk te doen. Nerveus zijn we allemaal. En gevoelig en over onze toeren. Ja. Dat moet je vooral niet gaan projecteren op kinderen. Is goed dat ik ga beginnen? Ja. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Briljant einde van de dialoog. Geweldig. Vind ik echt niks op aan te merken. Absoluut. Dat ze zegt, nerveus zijn we allemaal. Hè? En gevoelig. Hè? Dit, dus, en dat spelt ook de serie uit, vind ik, op een goede manier. Iedereen is over zijn toeren. Iedereen maakt de hele tijd fouten. Ja. Iedereen heeft slechte ideeën, die dan toch uitgevoerd worden. En weet je wel, ze zegt gewoon, we falen allemaal. Dit eindt ook... juf Ank echt als het morele centrum en een soort engel die boven de materie zweeft. Ze leest Hanna de les, maar ze troost haar ook. Ze heeft inderdaad de hele moraal van de hele serie of van het hele scholensysteem überhaupt. Zet ze eventjes haar fijn neer. Op een dieper niveau gaat deze scène over het moment waarop de staat eigenlijk de zorg over het kind tijdelijk overneemt van de ouder. Hè? En de ouder komt met al zijn wisselwasjes aan. Ja. En juf Ank vertegenwoordigt hier de strenge overheid eigenlijk. Die zegt, de wisselwasjes zijn voor thuis. En nu zijn we op school. Tabé. Ja. Je kind is nu van mij. Ja. Beide personages zijn op hun eigen manier vervelend. Mm. Maar ook op hun eigen manier begrijpelijk. Ja. En ik zie in dit soort dialogen
denk ik, de reden waarom zowel ouders als leraren deze serie goed vinden en zich erin herkennen. Introductie van moeder Nancy en die vader Karel, die dus de luizenvader is. Ja. En dan moet nog een luizenmoeder bij. Ga maar naar juf Irene. Zeg maar dat je moeder je mag komen ophalen. Ik hoop dat je mama daar deze keer wel tijd voor heeft. Die Nancy die deelt makkelijk steken onder water uit aan moeders van wie ze vindt dat ze te weinig hun best doen. Hè? Ja, want voor de goede orde, wij ontdekten eerder al, dat werd dan even genoemd, dat Nancy, ondanks dat haar kinderen van school zijn, nog steeds als soort schoolmoeder daar rondwaart en van alles regelt. Kan ik jou ergens mee helpen? Ja, ik zoek de directeur. Anton, toch? Ik moet nog iets regelen voor de overblijf. Oh, dat kan bij mij. Ik regel de overblijf. Hoi, zo goed gespeeld. Een kleine knikje. Het gaat om Floor Achterberg. Ze zit bij juf Ank. Goh, wat knap dat je dochter meteen al op de eerste dag laat overblijven op een nieuwe school. Wat knap dat je dat kunt, maar eigenlijk bedoel ik wat slecht dat je dat doet. Precies, hè? Ja, sterk. Ja, dus ook beter dan met die moeders die gewoon zo doen. Die Nancy, die, en dat maakt er echt een geloofwaardig personage, die probeert enerzijds de schijn op te houden van een normaal leuk kennismakingsgesprek. Mm. En ondertussen duidelijk te maken, ik sta boven jou en ik weet het beter dan jij. Vind je het leuk om zo even een bakkie te doen, de Natte Otter? Natte Otter? Café hier op de hoek? Dat had ik heel erg leuk gevonden, maar ik heb nog heel veel dingen te doen. Druk. Geef niks, doen we dat bakkie gewoon vanavond. Vanavond? Kennismaking voor alle ouders. Het thema is presenteer jezelf middels het idool van je kind. Presenteer jezelf middels het idool van je kind. Ja. Oké, dat is het thema voor de avond. Hanna komt binnen in een frozen jurk. Ja. Ik vind dat helemaal kloppen bij de opdracht. Ja. En nu wordt ze uitgelachen door alle andere ouders die diezelfde opdracht hebben, maar daar zitten met knuffels en... Zijn geen idolen, toch? We moeten het aan de ene kant heel normaal vinden dat Hanna met die frozen jurk aankomt. Mm-hmm. Aan de andere kant moeten we het helemaal begrijpen dat iedereen daarop reageert alsof het raarste ding van de wereld is. Ja. Ergens mist daar een keuze of een scène tussendoor misschien waarin we een misverstand zien ontstaan bij Hanna of kunnen zien dat het voor de andere ouders heel duidelijk is dat het niet is wat Hanna denkt dat het is. Ja. De grap is het een of het ander, maar is het nu geen van beide of allebei? Ja. En werkt daardoor heel raar voor mij. Ja. Dan is het nu tijd, dames en heren, voor de presentatie waar ik zo hard aan gewerkt heb. Een nieuw begin, een nieuw beleid. Nog een half uur, dan kan er worden schoongemaakt. Thirty minutes, please. Then you can clean this classroom. Kom maar zitten, Kenneth. Alsof de slavernij gisteren is afgeschaft. Zo komt het op mij over. Ja, hij kan inderdaad niet praten. Ja. Hij moet nog helemaal opgenomen worden in de gemeenschap. Ja, hij is niet volwaardig. Laat maar even door het racisme naar je stoel. Ja, precies. En vervolgens gaat Ank door naar de volgende grap, namelijk de herhaling. Dit vinden wij niet raar. Dit is alleen maar heel bijzonder. En nu gaan we door. En dan gaat iedereen ook door. Ik begrijp hier Ank niet. Het misverstand is enorm groot. Ik begrijp die man die binnenkomt en die wordt weggezet als schoonmaker niet. Dat hij helemaal niks zegt. En gewoon maar naar binnen loopt als hem zijn plek wordt gewezen. Ik begrijp de man die hem zijn plek wijst niet. Ik begrijp de mensen die er stilletjes omheen blijven zitten. Ja, misschien deels, maar als niemand toch iets zegt. Ja, en dan vervolgens gaat iedereen maar door. Ja. Dus je begrijpt eigenlijk niemand. En ik heb het idee dat dat verdedigd wordt. Ik voorspel het ook in de comments hieronder. Ja. Met absurdisme. Ja. Laat het. Doe niet zo moeilijk. Hier waren we gewoon even realistisch en zelfs mockumentary. En hier zijn we gewoon even absurdistisch. Ja. Met diezelfde personages, in diezelfde wereld, in dezelfde aflevering. Hoezo? Dat kan niet. Ik denk dat er hier nog op zich iets te redden zou zijn als ze nu dan dat misverstand en dat vrij expliciete racisme zouden aankaarten. Maar dat doen ze niet. Dus de serie lijkt te denken dat het in een soort postraciale wereld leeft. Ja. Wat ik ook soort van lang heb gehoopt. Maar dat is niet zo.
Er zijn racisten. Ja, ja. Dus als je er eentje presenteert, dan is dat niet zo absurd dat het inherent afgeschermd is van alle reële kritiek en reële gevolgen. En het gevaar is dat het hier... Gevaar. Het voelt alsof het hier genormaliseerd wordt. En met andere woorden, we kunnen zo racistisch zijn als we zelf willen. Want dat is altijd een commentaar op racisme. Goed, daar gaat het nu niet om. Mijn presentatie, dames en heren. Ik heb deze zomervakantie keihard gewerkt aan een nieuw beleidsplan. En ik heb er de titel aan meegegeven. Onderzoekend leren. Of, moet ik zeggen, godverdomme. Schrijver, maker, wie dan ook, heeft dus vastgesteld... Oké, we hebben alles uit deze situatie gehaald wat erin zit. Mm. Nu is het tijd voor het volgende. Iets van buitenaf. Dus die stoppen slaan door en dan moeten ze noodgedwongen weg. Ja. Maar ik denk, er zijn hier nog zoveel dingen te halen. Ja. Waarom, er is hier eigenlijk... Nou, ja. Door naar de volgende situatie. Ja. Door naar het volgende moment. Dus de clue van de aflevering is... Zij wilde geen luizenmoeder worden. Mm. Want daar had ze geen tijd voor. Ze kwam dan nog wel naar die kennismakingsavond. Dan wel de tijd om de jurk te huren en zo aan te trekken. Want die had ze vast niet op volwassen formaat. Ah, die had ze gewoon nog leren, joh. En dan blijkt haar dochter luizen te hebben. Daar wordt ze over gebeld. Ja, dan is zij dus iemand die ongedierte meebrengt naar school. En dan is ze verplicht om... Ja, het samenbrengen van de lijntjes aan het eind. Dat gebeurt in veel afleveringen, misschien wel allemaal. Het gebeurt heel lekker. Je hebt zo het gevoel van, oh ja, dit wordt even ingekopt. Ja. Dat geeft best een oké gevoel. Het is ergens op... drie kwart, dat je eventjes gaat voelen... dat gebrek aan een verhaallijn breekt op. Mm. En dan maakt zo'n einde dat voor mij in ieder geval niet helemaal goed. Nee. In aflevering 2 komt conciërge Volkert voor het eerst in beeld. Gespeeld door Henry van Loon, ook prima gecast. Ja, heel goed. En dat is dus een ex-militair die met een trauma het leger uit moest. Ja. En die komt op die school werken en die Anton twijfelt... Ja, gaat dat goed komen? Ja. En het komt helemaal goed. Volkert is beter met die kinderen dan... Bijna wie dan ook. Dan eigenlijk wie dan ook, ja. De Talking Heads zijn terug. Ik heb het hier ook. Ja. Hey, de biecht is terug. Op zeer overbodige wijze. Heel gek. Ja, ze hebben die office horen luiden, maar ze weten niet waar de David Brent hangt. Wat mij opviel bij deze aflevering is het is het begin van een patroon... wat in de eerste ook al wordt ingezet. Hm. Namelijk dat de eerste of tweede scène... en ook doorlopend dan door de aflevering... een rigide systeem wordt neergezet... waar ouders obsessief mee bezig zijn... wat betrekking heeft op de kinderen. Ja. Dus in dit geval gaat dat over samen spelen. Wie mag bij wie? Rianne gaat vanmiddag met jou mee. Nee, Floor zou toch bij jullie komen spelen? Nee. Vandaag bij jullie, dinsdag bij ons, zo staat het in de agenda. Wat voor combinaties van hoeveel kinderen en van welk geslacht. En hoe moet dat dan? En daar zitten allemaal systemen aan. Drie meisjes samen is altijd oorlog. Hetzelfde als een jongen en twee meiden. Gaat ook altijd fout. Drie jongens hebben geen kind aan. Twee jongen en een meisje gaat ook prima. Wat best heel leuk werkt in het begin van de serie. Maar later mij een beetje begint te irriteren. Omdat het elke keer... Dat je op een gegeven moment begint te voelen dat ze moeite hebben met het zoeken naar... wat is nog een rigide systeem waar we die kinderen in kunnen stoppen. En wat die ouders zo belangrijk kunnen vinden. Het zou mooi zijn als je liet zien dat die problemen over wie gaat er bij wie spelen... kleiner zijn dan de problemen van discriminatie. Precies, ongebreideld racisme zou toch erger moeten zijn dan wie gaat bij wie spelen. Precies, en een zwaailicht. Maar ze laten het tegenovergestelde. Dat is een probleem dat samenhangt met dat realisme nastreven, realisme loslaten. Als je realisme nastreeft, dan gaan kleine dingen er dus toe doen. Want die doen er toe in de realiteit. Absoluut. Als je dan dat realisme, of de realiteit zelfs, loslaat... en je gaat dingen enorm overdrijven... Ja, dan vallen die kleine dingen daarbij in het niet. En als je dan terugkomt in het realisme... dan moeten eigenlijk die grote dingen die gebeurd zijn... een enorm effect hebben op die realiteit die je hebt geschetst. En dat is niet zo, want het was maar een grapje. Ja. Aflevering 4. Deze aflevering heeft mijn lievelingsmoment van de serie. Hmm. En ook jouw lievelingsmoment, volgens mij. Maar het zijn niet hetzelfde momenten. Toch zijn het verschillende momenten. Maar ze zijn wel verbonden. Er is één groot probleem met deze scène, namelijk wat doet die man daar? Ja. Maar Anke heeft problemen met haar echtgenoot. Ja. Hij staat daar meteen ook weer heel mooi neergezet personage. Goed gespeeld, goed gecast, goed aangekleed. Je hebt meteen een idee van, oh ja, dit is zo'n soort man. En er begint een heel ongemakkelijke, emotionele dialoog. Maar wat weet je dan niet? Of ik dit wel wil. Wat? Dit. Jou. En alles wat erbij hoort. En terwijl dit emotionele moment zich afspeelt, verzamelen er zich...
op de gang, achter het glas, de ouders en de kinderen. Dan wordt nog even weggeknipt naar die ouders die even de spot drijven met Anke. Zeg maar. Oh, wie zou er van haar kunnen houden? Dat maakt het extra pijnlijk. Tja, tijdens het slobberen van mijn cornflakes wordt me even doodleuk medegedeeld dat ik een molensteen aan iemands nek ben. Ik heb alleen maar gezegd dat het af en toe loodzwaar is om met jou te leven, Anke. Oh, als dat het is. En Anke merkt dat ook op een gegeven moment op dat ze bekeken wordt. Geeft extra druk op de situatie. Ja, ik vind het gewoon een heel goede scène. Ook opmerkelijk dat het geen niet echt grappige scène is die jij aanwijst als beste. En de scène die ik zo meteen aan ga wijzen als mijn favoriet is ook geen grappige scène. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Dus dat zegt wel iets denk ik over waar wij vinden dat de kracht van de serie zit. Niet in hilarische situaties, maar meer in pijnlijke situaties die ook wel grappig kunnen zijn, maar niet per se grappig. En dit komt later terug. Misschien moeten we dan maar meteen naar mijn favoriete scène. Ja. In deze afleveringen zijn er 10 minuten gesprekken. Er is het 10 minuten gesprek van Ank met Hanna. Mm-hmm. En de ex-man van Hanna. En die heeft zijn nieuwe vriendin meegenomen. Ja. Ik verwacht geen mooie ontroerende scène. Ik verwacht eigenlijk een hele stijve, ongemakkelijke, nare scène daar. En dat had ook goed kunnen zijn. Maar in plaats daarvan krijgen we dit. Hoe vind je zelf dat het gaat met Floor? Goed. Ja, het gaat eigenlijk wel goed. Ze zit lekker in haar vel. Eigenlijk de laatste tijd heeft ze wat moeite. Ze komt altijd thuis met hele enthousiaste verhalen. Floortje kan zo leuk vertellen. Floor. Ja? Ja, jij zegt Floortje, maar het is Floor. Ze is gewoon een hele spontane meid. Nou, nee hoor. Je kunt veel zeggen van mijn dochter, maar ze is niet spontaan. Nou, dan laat ze bij ons een hele andere kant zien. Dat doet ze. Omdat ze voelt dat ze iets te verliezen heeft. Omdat ze niet wil dat haar vader haar voor de tweede keer in de steek laat. Dus dan kun je maar beter je vrolijke gezichtje opzetten. Want voor je het weet ben je een molensteen aan iemands nek. Zeker als je vader een nieuwe vriendin heeft. En net doet alsof pijn en verdriet niet bestaan. Sorry, maar nu gaat u echt veel te ver. U wilt alleen maar horen dat het goed gaat met Floor. Omdat u een nieuw leven bent begonnen en u zich daar niet schuldig over wilt voelen. Klopt dat? Ik heb er geen zin in. Wordt mij hier gewoon de les gelezen. Daarvoor bent u vanavond toch naar school gekomen? Ze toont hier echt psychologisch inzicht. Dus ineens snap je waarom zij lerares is ook. Mm-hmm. Die man zegt, er wordt mij hier de les gelezen. Zij zegt, daarvoor bent u toch naar school gekomen. Dus dat zet me ook aan het denken over ja. Die kinderen zitten daar de hele dag in de schoolbanken. Maar misschien zouden de ouders daar eigenlijk ook moeten zitten. Ze zijn op zoek naar climaxen, lijkt het, in deze serie. Ze willen dat ongemak naar een climax brengen. En de climax die ze vaak vinden, verderop in het seizoen, is vechten. Ja. En dit vind ik een veel betere climax. Dit is ook een climax, maar hier zie je dat ongemak culmineert in een echte, geloofwaardige, emotionele confrontatie tussen mensen. Ik verwacht niet dat het gebeurt, maar als het gebeurt, denk ik, oh, natuurlijk gebeurt het. Ja. En zo is het leven ook, weet je wel? Ja, man. Dus je gaat de straat op, je weet niet wat er gaat gebeuren, maar wat er gebeurt, dan denk je doorgaans van, oh ja, tuurlijk. Tuurlijk, dit weer. Ja. Wat ook precies het tegengestelde is van waar we ons af en toe aan storen, dat je denkt, waarom gebeurt het nou? Ja, onnatuurlijk dit. Onnatuurlijk. Onnatuurlijk. Ja, precies. Ja. Maar ook weer niet zo onnatuurlijk dat je het met recht absurdistisch kunt noemen. Nee. En op die manier kunt gaan prijzen. Nee, dat vind ik ook niet. What the fuck is it? Oké, nou aflevering 5. Winterklaas. Het Winterklaas idee om te beginnen vond ik heel goed. Het idee dat we Winterklaas van zijn onaangename bijsmaak kunnen ontdoen. Door hem net als de kerstman van de Noordpool te laten komen. Met ijsberen die dan wit zijn in plaats van zwart. Ja. Nog grappiger wordt het dan wanneer de zwarte man die altijd Zwarte Piet speelde. Die daar dus helemaal geen moeite mee heeft. Nu geen ijsbeer mag spelen. Dus nu wordt buitengesloten eigenlijk juist. Ja. Omdat hij te veel aan Zwarte Piet doet denken. Omdat hij eigenlijk Zwarte Piet het Winterklaasfeest in zou brengen. Als want hij dus op een gegeven moment de associatie willen we vermijden. Ja. We willen juist zo ver mogelijk wegblijven van die Zwarte Piet associatie. Ank is hier degene die heel blij is met Winterklaas. Of heel blij, betrekkelijk blij. Mm-hmm. Omdat het in ieder geval niets te maken heeft met slavernij. Ja. Wat is er in godsnaam mis met Sinterklaas en Zwarte Piet? Nou ja, Zwarte Piet kan natuurlijk echt niet meer helpen. Ja. Ik denk onophoudelijk aan een slaaf als ik een Zwarte Piet zie.
Zij was eerst de racistische persoon en nu is zij degene die elke associatie met slavernij krampachtig wil vermijden. En juf Helma is nu degene die haar kinderen fanatiek en natuurlijk Zwarte Piet laat zingen als reactie op Witte Klaus. Dus eigenlijk wordt Helma nu de ank wat dit onderwerp betreft. Die het al veel eerder had kunnen en wat ons betreft misschien wel moeten zijn. Ja. Anton gaat zijn Winterklaas idee toch doorvoeren, ondanks dat het niet mag van de koepel. Ja. Waardoor Winterklaas en Sinterklaas tegenover elkaar komen te staan. Ook leuk aan Winterklaas trouwens is dat er een ecologisch verhaal aan wordt gaan. Hè, van de smeltende poolkap, ook helemaal geloofwaardig. En absoluut. Denk, en nou, belangrijk ook verhaal, maar even serieus. Ja, serieus belangrijk. Inderdaad, is eigenlijk een goed idee van Anton. Ja, dat is beter, goed. Weten we dat het consumentisme van fucking Sinterklaas. Ja, misschien ben ik wel voor Winterklaas eigenlijk. Ja, eigenlijk. Ja, misschien is het gewoon een goed idee van Anton. Eigenlijk is het een heel goed idee, Winterklaas staat op een hoverboard, want hij glijdt. Over het ijs. Over het ijs. Hij kan daar niet goed op staan, dus hij valt daarvan af. Mm-hmm. Ook nog leuk. Mm-hmm. En dan, om een reden die ik niet kan bevatten, breken er gevechten uit. Ja, en dit is een traditie die ze gaan voortzetten helaas. De gevechten. Mm-hmm. Oh, tumult. Het loopt zo uit de hand. Ja. Alleen geweld kan dit nog beslechten. Er had een hele leuke confrontatie kunnen zijn tussen Winterklaas en Sinterklaas, waarbij Sinterklaas nog gespeeld wordt door de meerdere van Anton. Dus hoe gaat hij dit aanpakken? Mm-hmm. De kinderen zijn erbij, hè? Je kunt hem bijna niet meer behandelen zoals je hem wil behandelen. Want ja, hij is in zijn tenue en hij staat daar als Winterklaas. Je valt van je hoverboard. En daar staat Sinterklaas van alle personen. Die gaat jou nu eens even de les lezen. Of die gaat misschien jou vriendelijk zeggen. Dan weet je wel, ga maar even terug naar binnen. En ik ben even met de kinderen bezig. Ja. Of iets anders. De situatie kan niet lulliger dan dat. Maar hij wordt vergooid, omdat je niet het moment hebt om de lulligheid in te laten dalen, omdat ineens dat gevecht er nog is. Ja, dat einde is een gemiste kans. Ja. Dat gevoel van, oh, er moet een grote, spectaculaire climax aan. Nee, het moet mislukken. Het moet klein en vlof. Ja. Dat is wat die man is, die Anton. Dat is wat die school is. Dat is wat het leven is. Het zijn lullige mislukkingen. Lentekriebels gaat over seksuele voorlichting en seksuele ontluiking. De lentekriebels zijn niet alleen bij de kinderen en niet alleen de lessen. Er begint ook iets te bloeien, om een beetje voor te blijven. Tussen Hanna en Volkert. Ja. Het is belangrijk dat het kuiltje soepel en vochtig is als je de zaadjes erin doet. Aarde is niet soepel. Dan kan je net zo goed zeggen, het kuiltje moet vochtig en glad geschoren zijn. Als iets in de schooltuinen waar ze bezig zijn met die soepele gaatjes, komt Pieter, de ex van Hanna, een soort van terug haar leven. Die wil meer betrokken zijn en meedoen, maar hij doet meteen heel lullig. Hij heeft ook dat kapsel, dus dan ben je ook een lul. Ja. Ook weer heel goed gedaan, vind ik echt. Maar goed, Volkert was net bezig met zijn moves doen en daar had Hanna wel oren naar. Dus dat loopt een beetje raar. Nou, dan verrekt op een gegeven moment Pieter zijn rug. Moet hij even het schuurtje gaan zitten. Ja. Hanna komt erbij van, jee, hoe is het nou? Beetje gekibbel. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie heeft de grootste lul van het land? Jij. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie heeft de grootste lul van het land? Ja. Dat, als een vrouw dat tegen mij zegt, dan denk ik altijd, yes, dit, dit wordt. Wij gaan zoenen. Ja. Dit moment. Ik hoef geen minuut meer te wachten. Ja, ja, ja. I don't even wait. Dan komt Volkert binnen. Die zegt, hey, ik had iets nodig. Pieter doet zeikerig, kinderachtig, pesterig tegen Volkert. Ja. En wat Volkert, onze grote held, dan doet. Oh. Daar geloof ik geen fuck van. Dit is een heel beheerst personage. Dat is zijn hele grap. Hij heeft die trauma's. Ja. Hij heeft die oorlog meegemaakt. Dus iedereen denkt, oeh. Of vooral Anton denkt, oeh, het zal wel fout gaan. Maar hij is juist heel kalm, heel beheerst. Weet je wel, heeft dat natuurlijke overwicht en controle over zichzelf. Is goed met woorden, kan zijn verhaal prima verberen. Ja. En hier, het eerste wat hij doet, nou, toegegeven, het is een heel irritant personage, ook weer goed gedaan, die Pieter. Hoe irritanter je maakt, hoe minder geloofwaardig de kus wordt, maar oké. Ja, ja, ja. Die klap. Ja. Weer vechten, hè? Net weer vechten, ja. Het is heel duidelijk dat Volkert in een soort programma zit om soldaten of mensen met trauma's te herplaatsen. Ja. Daar krijgen ze subsidie voor. En als er problemen zijn, nou, laat het even weten. Ja. Dit lijkt me een probleem. Ja, dit lijkt me wel even een probleem. Als jij, maar niks. Nou, dan krijgen we aflevering 8. Kanjertraining. Ja. Hier wordt jouw favoriete scène eventjes om zeep geholpen. En die Bert, die zei, ik vind het zwaar om met jou om te gaan. Of om met jou samen te leven. Ik moet eventjes aan de slag met mezelf. Ja.
Die zit in Thailand met wat ja, prostituees, ik weet het ook niet. Daar wordt ze natuurlijk niet heel blij van. En vervolgens is ze wel bezig met een soort assertiviteitstraining, ja. Pesttraining met meerdere pestvogels en tijgers en konijnen, ja, ja. Petten en hoeden. Eerst hebben de kinderen kanjertraining. En een van die kinderen, namelijk de dochter van Hanna, die schijnt vervelend te doen tegen andere kinderen. Ja. En dan gaan de moeders op de vuist en dan moeten de moeders op kanjertraining. Dus weer de ouders die worden behandeld als kinderen. Kijk, nou zitten die ouders met die lachelijke hoedjes op van die kinderen. Zijn we niet allemaal een soort kinderen? Ja. Nou, ik denk dat je daar best een keertje mee weg kan komen. Ik vind het vooral jammer dat het een herhaling van zetten is. Anton die heeft de financiële misser gemaakt, waardoor hij denkt dat hij iemand moet ontslaan. Ja. Uiteindelijk ontslaat Anton Volkert. En moet hij dat terugnemen. Wordt gedwongen door Piotr Jan om dat terug te nemen. We gaan nu naar de laatste aflevering. Daar gaat niet alles in culmineren wat we tot nu toe gezien hebben. Helaas. Alleen maar wat dingen die we in de voorlaatste aflevering hebben gezien eigenlijk. Ja. Want Piotr Jan is er nu zo van overtuigd dat Anton het niet aan kan. Dat er een soort van vervanger gaat meelopen. En dat is een heks. Echt. Zelfs vergeleken met Ank is dat een fakes. Hè? Right. Ze heet Agnes. Iedereen zegt steeds Agnes. Hahaha. Hilariteit alom. En de vrouwen hebben door wat Agnes van plan is, de mannen niet. Overigens, de opmerkingen die Agnes maakt, hè, die anders zouden moeten, die zijn allemaal terecht. Dus Agnes die zegt tegen Helma, je moet niet roken in het klaslokaal. Dus die Agnes, waar moet ik uit opmaken dat dat zo'n verschrikkelijke vrouw is eigenlijk? Ja. Vergeleken met hem, hè? Vergeleken haar, met hè? Anton. Haar. Want we hebben Anton alleen maar zien falen, het hele seizoen lang. En dan moeten we toch een hekel krijgen aan die Agnes. Ja, gun die Anton gewoon zijn school. Het is zijn school. En ja, om ook een beetje territoriaal te worden met die leraressen. En een soort haan in het kippenhok te zien in hem. Die daar toch de haan moet blijven. Een directeur die dit soort kinderachtig gedrag toestaat, is een slappe lul. Liever een slappe lul dan een zure pruim. Een haat jegens het vreemde en nieuwe eigenlijk wordt gevierd. Ja. Ja, klopt. Maar ja, met mensen met pakken aan vind ik dat wel oké. Van hoger op. Mensen van hoger op. Elitair. Ja, we hebben met z'n allen een hekel aan, ik niet, maar aan de elite nu. Mm-hmm. En dit is de elite die zich komt bemoeien met het schooltje. Dus dat, ik snap ook weer dat dat een landelijk enthousiasme oplevert. Zeker, ja. Maar ik vind geen sterke laatste aflevering. Er is een soort liefdeslijntje tussen Volkert en Hanna. Ja, we hebben het al aangestipt, hè, met het slaan en het soepele aarde. En dan op dat feest komt er een vrouw helpen achter de bar en dat blijkt de vriendin van Volkert te zijn. Ja, Hanna die is daar een beetje zo van ontdaan. Die had heel leuk aangekleed en we gaan tonight's the night. Ja. Achtig gevoel krijg je erbij. Gaat naar Volkert toe en zegt, leuke vriendin. Dat is echt Volkert. Niet zo leuk als jij. Volkert valt van zijn voetstuk. En ik weet niet of dat de bedoeling is ook dat hij van zijn voetstuk valt. Ik vind dit naar. Maar het lijkt alsof de serie het niet zo naar vindt. Maar meer spannend of zo. Ja, precies. De serie zegt eigenlijk. Oh nee, hij had een vriendin. Oh, maar hij vindt Hanna leuker. Dus, kom er wel goed. En die vriendin, dat zit ons niet. Nee, dus, die en net zoals die Agnes, weet je wel. Die komt van buiten, die komt in deze serie binnen. Dat is mijn serie, flikker op. Door dit te zeggen is het alsof die Hanna wil. En dat wijf achter de bar, dat is er nog. Niet. Ik ga het niet uitmaken, want het is druk. Het was voor vanavond nog wel even handig omdat we de bar achter de bar, je snapt. Ik kan het niet nu uitmaken, want bar. Dan kunnen we dan nu naar de echte climax, want dit is een soort nabrandertje. Ja. Maar de echte climax van deze aflevering, en dus ook van het seizoen, is... Anton lijkt verleden tijd. Hij is weg ook. Ze zijn hem even kwijt. Hij is buiten. Ja. Die Agnes neemt de microfoon over van Volkert. En begint soort van de facto de leiding over te nemen van de school. Ja, ze kondigt aan van na de zomervakantie ben ik het. En dan komt Anton ineens binnen en die onderbreekt haar. En die zegt niks ervan. Ho, het is mijn school. En dan gaat hij als clown het lied. Hij was maar een clown zingen. Ja. Vals. En dan is alles goed. Ik begrijp het niet. Dat is dan een interim manager, wiens vak het dus is om ingevlogen te worden in moeilijke bedrijfssituaties. Die lastig lopen, daar de boel op orde te brengen. Die gaat hier weg omdat iemand kst zegt. Ja, oké, vooruit omdat hij een lied instart dat enthousiast wordt ontvangen. Ja. En een paar medewerkers van hem die zeggen tegen haar oprotten. Ja. En tegen die Piotr Jan. En dan rotten ze ook maar op. Dan rotten ze maar op. Misschien is het wel het belangrijkste in mijn ogen dat het een feel-good einde is. Terwijl het volgens mij... Een veel bad serie zou moeten zijn. Dus de kracht van de serie op zijn sterkste momenten voor mij
is de ontlading die je krijgt door te zien van, oh ja, dat is ook kut. En dat werkt ook niet. En niemand weet het. Precies wat jij benoemde over wat Ank zegt aan het begin van de serie. Ja. De eerste aflevering, de eerste paar minuten ergens al. Ja. Dan weet je wel, we weten het allemaal niet en we doen maar. Maar je moet nou weg en het moet maar gewoon gebeuren. Ja, precies. Iedereen is nerveus en we moeten ons maar gewoon aan de regeltjes houden. Ja. Want anders wordt het één groot chaos. Ja, dat is die serie. Heel sterk. En dat wordt niet... dit einde is net zoals die afleveringen die ineens een gevecht hebben. Ja. Hebben we hier ineens een feest. En die feel-good sfeer die wordt voortgezet door André van Duin. Ja. Eigenlijk, die een carnavalsnummer heeft gemaakt van Hallo Allemaal. Niet alleen in de serie, maar ook buiten de serie wordt deze draai gegeven aan. En wij weten dat de actrice die Ank speelt, Ilse Waringa, die ook heeft meegeschreven aan de serie en volgens mij zelfs het idee van de serie heeft bedacht, dat die dat optreden van André van Duin echt niet trok. Ja, wat ik heel goed begrijp. Moet je goed indenken dat dit de warmste dag van het jaar was en van jaren, volgens mij. Dat we hier heel lang hebben gezeten, dus dat je dan soms in het zuren een beetje doorschiet. Ja. Maar dat ik hoop dat we aan iedereen op die serie een medestander hebben, omdat er echt heel veel heel tof aan is en heel goed werkt. Ja. Maar dat het beter kan en dat we dat je ook ziet dat het beter moet of zo. Dat je ziet aan de momenten dat het goed gaat, dat je denkt, fuck! Maar nu je weer hebt laten zien dat je dit kan, die momenten die wij aanstippen met Ank en andere momenten, fuck, nou moet je ook, weet je wel. Dan moet je echt doorpakken en ons wegblazen met dat tweede seizoen. Hopelijk. Ja, er is zo'n beroemde uitspraak, great movie consists of a few great scenes and no bad ones. En daar zit wat in, ik weet niet of ik er helemaal mee eens ben, maar daar zit iets in. Maar je kunt niet zeggen, a great series consists of a few great scenes and a moderate amount of very bad ones. Ja. En dat, nee, die slechte, die gaan wel echt ten koste van, dat voel van de je. Serie. Ja.